We wachten op, ja, op je wachten we eigenlijk. Herbert, u bent chauffeur, u bent ja, druk met aardappelen vervoeren, neem ik aan. Wat valt er te zeggen over de aardappelen dit jaar? Qua kwaliteit, qua volume? Kwaliteit is goed. Ja? Ja. In wat voor opzicht is de kwaliteit goed dan? Omdat ze mooi droog uit de grond komen, ja? Natuurlijk. Ja. En de opbrengsten valt nog niks over te zeggen. Nee. Oké, want wat gebeurt er met deze aardappelen? Hoeveel ton ligt hier? Kunt u dat een beetje inschatten? Nou, ik denk een auto of 4-5. Oké, dus en u brengt ze waarheen? Gaat ze naar Nijenveen. En wat gebeurt daar? En daar wordt een zetmeel eruit gehaald, ja. En het eiwit. Oké, en wat gebeurt dan met dat zetmeel en die eiwitten? Want die eiwitten, het is niet voor consumptie, hè? Het wordt geen patat van gemaakt of iets dergelijks. Nee, er wordt geen patat van gemaakt, maar het... Dat eiwit was ze eruit halen, ja. Dat is iets van de laatste jaren. Ja. En dat kunnen ze goed verkopen, dat willen ze weg in de markt. Ja, 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 ja. Dus en hoe lang duurt die campagne aardappelen? Nou, ja, dat is ook weer afhankelijk van de opbrengst. Ja. Maar meestal worden we maart, april volgend jaar. Oké, dus dat gaat gewoon door, het hele jaar door. U bent nog een paar maanden bezig. Ja hoor. Oké, en nu wacht u nu op iemand om die aardappelen in die. Ja. Want hoeveel ton kan er in die vrachtwagen? 35, 36 ton. Oké, en hoeveel? Ja. Ja, en die worden met een kraan opgeladen, ja? Maar dan kunt u zo met die. Ja, oké. Dus. Nou, al bij al, de weersomstandigheden zijn prima. Het is niet te nat ook, want anders kunnen de trekkers niet op de velden. Hè? Dus het is ideaal, zeg maar. Nou, ben benieuwd hoe het verder gaat. Nou, bedankt voor je reactie.